4,8 van de 5 sterren. Dus dat is heel goed. Are you ready? Nou, Romana, ik denk dat ik de jackpot heb. Dit is niet top, hè? De Romana starterpakket heeft ze op. Ja. Roy dacht dat deze echt was. Ik heb mijn bril niet op. Ja, nee. Maar... Ja, kijk, daar gaat ze. Hoi, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Roy. Hoi. En wij gaan vandaag naar de best beoordeelde kringloop in... Delft. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Hoe had hij nou? Een 4,8 van de 5 sterren. Dus dat is heel goed. En onze Peter, local guide met 39 reviews op zijn account staat, zegt leukste vintage en kringloopwinkel dat ik tot nu toe heb gezien. Nou, heb bezocht. Fantastisch. Nou. En verder, alle andere reviews zijn ook echt allemaal super heel hoog. Echt fantastisch. Dus dat zegt de lat is wel gezet. De lat is hoog. Ja. De lat is hoog. Ja, dus wij gaan even kijken of dat wel echt zo is. Ja. En ja, ik ben heel leuke benieuwd. Boel. Oh ja, het leek leuke boel, dus hè? Ik hoop dat het leuke boel is. Deze de grap hebben we niet eerder bedacht. Nee, dit is echt denk ik iedereen. Dus we gaan even kijken. Er is van alles, kleding, boeken, home. Gaan kijken. Ik gaan jullie meenemen? In. Ik ook, we hebben ze helemaal op. Oké, let's go. Are you ready? I'm so ready. Let's go then. Yeah. Nou, leuk hoor. Gelijk al vet veel diverse dingen, dat is een pop. Oh, nou Roy. Eerlijk? Weet je hoe fucking cute? Ik denk dat je hier nog wel in past. En dat bedoel ik niet. Nee, ja, opgekruld ja, zeg maar. Een, ja, een foetus. Oh, dit is zo cute. Dat is schattig. Ja. Ik vind het wel mooi. Ik ook. 35 euro is echt niet veel. Nee, nee. Mocht het ooit zover zijn, you know what to buy me, hè? Nou, ik kom gelijk aan bij de boeken, cd's. Toch heel netjes allemaal. Heel, ja. Lekker muziekje ook, hè? Shake it. Kijk, Charlie's Angels. Oh my god. Echt van die oude films. Dear John, deze, als je wil huilen. Oh nee. Jawel. Grappig, en hoeveel is alles? Ja. Ik zie hier 50 cent cd's. Zet dat hier niet op. LP cd's, die heeft 1 euro. LP's ook. Oh ja, maar dat is vaak wel, ik heb eigenlijk nog nooit op mijn kringloop gezien met niet oude muziek, zeg maar, in je LP's. Nee, snap ik, dus ook niet hier iets. Je vindt geen Billie Eilish. Nee, zeker niet. Je vindt hier Charlie's Hit Parade. Yes, Charlie. Voilaatjes, of de Daverende 13. Nou. Of Fons Jansen op zijn best. Oh, ken je die goed? De Daverende 13. Ja, ik heb met, volgens mij heb ik met haar geknikkerd. Ja. Ik zou wel graag een LP willen, of een LP speler. Weet je nog de tijd van de Hitzones? Oh, de Hitzones. Ja. Huh? Hey, Sophie, je ligt in de kringloop, meid. Yes, Sophie, work it. Wat leuk, wel leuk. Zo leuk. Oh, ze hebben dus best wel nieuwe soort tijdschriften. Yoga tijdschrift. Mijn favoriete film staat hier. Nee. Ja. Heb je die op DVD? Holiday. Oh ja, Love It. Ja. Nee. Ja. Nee, heb ik niet op DVD. Maar ik weet ook helemaal niet of ik een DVD-speler heb. Ik ook niet. Nou, dus dan zetten we hem terug. Ja. Oh, mooi. Nou, wel echt goed te koop. Oh ja, wauw. Ik vind het heel clean. Het ruikt hier lekker. Ja, het is niet de kringloop. Nee. Is hier ook iets van psychologie of zo? Nederlandstalig, klassiek. Nou, kom aan. Ik denk dat ik de jackpot heb. Ik ga al, ik ga al. Dit is echt cancelled, hoor. Van psychologie en zo hebben ze ook niet, hè? Mooi. Spiritualiteit. Kijk, Feng Shui. Dit vind ik zo interessant. Is jouw huis Feng Shui? Wat grappig dit, hè? Het zijn van die posters, dat heb ik nooit eerder gezien. Kijk, deze gallery wall. Heel leuk. Ik vind het met die bloemen leuk. Lekker klassiek. Ja. Ja. Of nee, gewoon ik vind, soort... dit vind wat is dit? Ik, dit is apart. Zeg je? Het is helemaal geborduurd. Geborduurd, 5 euro. Nou. Niks. Een gieter. Nou, mot ik niet meer hebben. Een gieter. Jij wel? Ik vind het wel mooi. Nee. 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 Mooi gordijnen en zo.
Ja, deze heb ik dus nog ook. Zo'n wassen, badmat. Nee, vind ik ook een beetje vies. Nee. We hebben ook wel een beetje antieke spullen. Bridge-tafel. Oh, leuk. Oh, dat is sick. Hij is wel 200 euro. Ja, dat is dan waarschijnlijk echt zo'n echte. Ja. Maar dit, ja, ik vind het niet zo'n dure kringloop. Ja, nee, dat beter. Oeh, mooi. Wow. Oh, deze vind ik wel leuk, die soeplepels. Die kleur is mooi. Oh, ja, een eurotje. Dit is helemaal mijn vibe, hè? Dit. Ja, dit. Dat weet ik, ja. Hoe cute is dit? Wat staat erop? Haiti. Oh, Roy. Ik zie deze theepot. En dit is... Ik heb dus een theepot... Heel mooi. Ik heb een theepot dus gekocht laatst. En ik vind hem toch niet meer leuk. Hij is in de hoogte. Oh. En ik wilde eigenlijk een wat kleinere. En dit maakt het echt Japans, ja. Dit. 3,50. Oh mijn god, dit zocht ik. Voor je theezakjes? Nee. Oh. Je kan daar je eigen kaarsje van maken. Oh, wat leuk. Dan brand je zeg maar... vaccinelicht. Ja. En dan krijg je dus zo'n schelpkaars. Dat zag ik op TikTok. Op TikTok? Ja. Oh, maar dit ga ik nemen, want die kringloopbaas, daar vroegen ze 3 euro voor een schelp. Nou, dit is 30 cent. Ja, vind ik heel leuk en klein. Nee. Wil je ja. deze ook? Wil je dat samen met mij een keer doen? Is goed. Wauw. Weet je wat ik leuk vind? Dat ze echt een cuisine. En dan met dat vintage. Ja, vintage behang. Heel leuk. Leuk. Wat een leuke kringloop, man. Ik snap het. Hangt ook een hele fijne sfeer. Ja. Ja. En die theepot is leuk. Die gaat mee. Waar ben jij nou? Ik was jou weer kwijt. Ja. I lost you, my friend. De borden. Oh. Kijk nou als je Crea Bea bent. Ze hebben het echt met zorg uitgekozen, vind ik. Oh ja. Heel selectief. Ja. Jij bent ook wel druk. Ja, het is wel een beetje druk. Nou, we zijn nu bij de kleding en de kinderafdeling. Hier heb je kleding, waskamer. Eigenlijk zouden we een keer gewoon een ouderwets spel. Ja, nou, gewoon een keer moeten kopen. Goeie ja, bij, hoor. Hier, dit bedoel ik. Mega Mindy. Ja, dat is het. Bijvoorbeeld. Dat nee, nog maar wel. Nee, maar gewoon zo'n. Het vlooien spel moeten we proberen. Diddle. Ken je dat nog? Ja, wat dan wel. Diddle. Ik zou wel een kwart. Een kaarsspel willen hebben. De reisbingo. Joejoe. Roy. Ik moet plassen. Oh nee. Nou, ik denk, nee. Romana moet wel heel de dag plassen. Maar ze plast ook 6 keer per dag. Of, ze heeft al 6 keer geplast. Dat is, ja, maar ik heb ook 2 ijslattes. Nee. 1 ijslatte en matcha aslatte. Maar... ik bespaar. Gewoon het Romana starterpakket heeft ze op. Ja. Misschien zie ik nog eens wat. Heb ik keer eens wat anders aan. Wat anders. Ja. Nou nee, niet zo'n ding hoor. Oef. Nee, in een blazer. Want jij zou het echt mooi kunnen combineren met sneakers. En dan zeg maar een spijkerbroek of gewoon nee, pantalon, chille outfit, joggingbroek achter. En blazer. Dan, ja, maar lekker dan oversized. Casual, ja. Ik dat niet. Oh, goeie. Ja, moet ik gewoon naar jou luisteren. Dit is nice. Zo vloer, velvet. Oh, wat is het? Ik weet niet of dit is... Oh, nee. Nee, doe maar snel ver. Nee, leer. Nee. Dit is niet top, hè? Nee. Nee, dit is niet top. Maar misschien hier. Hier, zo'n lekker kleurtje. Dit vind ik echt een leuke trui. Ja, ik ook. Wel een v-neck. Qua kleding is hier niet zoveel. Ik zie net deze mooie blouse wel. Lekker oversized. Leuk kleurtje. Het is wel een leuke kleur. Ja. En hoeveel is het? Ja, een goede vraag. Oh, hier. Kijken. T-shirts 2. Overhemden 3. Nou, dat is echt geentje jou. Colbert zijn 5. Dat valt ook nog mee, ja. Kijk, de kringloop doet wat met je, hoor. Nou, sommige dingen ga je opeens ook leuk vinden, terwijl het eigenlijk gewoon... Klopt, dat is wel zo. Mijn mand. Ik ben zijn mijn mand kwijt. Sorry. Oh, daar is hij. Ik heb hem even geparkeerd. Dat vind ik toch passen misschien. Ja, vind ik leuk. En op een man jeans. Maar ik denk dat dit mij staat. Ik vind de kleur leuk. Ik vind de kleur leuk, maar wil je niet... wil je niet passen? Ik? Ik zou dan echt willen knuffelen, zo'n trui. Zo'n knuffeltrui. Ja, zo'n knuffeltruitje. Ik vind het ook wel iets voor mij. Ja, nee, ik vind het meer iets voor jou dan voor mij. Door de v-neck. Ja. Ik denk dat jou er toch beter staat dan mij. Ja? Ik heb nooit een v-neck.
Kan ook passen. 2 euro. Huppatee. Huppatee. We gaan het gewoon proberen. Kijk, en ik ben niet van het blauw, maar ja, we proberen het gewoon. Ja, precies. Even een beetje, mini beetje uit de comfortzone. Echt, hè? Leuk kleurtje. Oh, ja. Dit is het. Dit is het. De, wat zeiden we? Jackpot. Het boek. Ja, maar dit, ik weet niet of dit in mij staat, Roy. Ja, maar de kleur. Ja? Maar je moet hem dicht zien. Nee, ik wil een beetje oversized en niet zo'n vrouwenblouse. Ik vind hem... Ja, oké, ik zou hem niet aan. Nee. Hou op met me. Nee. Maar is dit voor je camera? Rood? Wat sensueel rood. Nee, cancelled. Cancelled. Okay. Dus dat... Ik dacht dat het vingers waren. Zeker. Ja, I love it. Ik vind het leuk. Ja, ik ook. Oh, je hebt hier nog meer. Ook mooie sokken, jongens. Goed. Nee, het is niet te bevijt. Oeh, die is wel sleek. Voor kleding is het wel leuk, maar niet veel. Er is niet zoveel, nee, dat is het misschien. Het is dan net niet van onze stijl, zeg maar. Kolletje? Nee. Helaas! Nee, ik vind het wel niet cool. Dat zijn van die clippers. 2 euro. Is dit? Ja. Oh, dit vind ik heel mooi. Heel cool. Maar wat doe je in zonnebril? Ik denk dat je er wel van alles in kan doen. Heel leuk, maar misschien is het niet te koop. Oh nee. Is het daarvoor? Ja, kijk, voor je kan en zo. Ja, je kan het toch van alles zelf maken? Ja, 3,50. Ja. Maar het is wel, ik vind het wel origineel. Ik kan het ook als sieradendoosje doen. Ja. Of niet? Ja. Ik vind het een multifunctional. Zijdig doos. Ja. Kijk, ze hebben zelfs kaartjes. Leuke boel. Ik vind het echt een leuke boel. Even schoonmaken. Ik zou hem nemen hoor. Je vindt het cool, hè? Wil je die voor jezelf? Nee. Nee. Het is niet echt jouw vibe. Nee, maar ik vind hem wel heel tof. Ach, oh, daar liggen we. Daar liggen we. Over een paar jaar. Zo zielig. Ineens. Maar ik vind dit leuk. Een kikker. Mijn motten daarmee. Ja, in mijn roze kast. Dat is wel echt heel grappig. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Nee. Ik in twijfel. Hij is een beetje naar. Sorry. Maar het is wel grappig. Hoor je dat wel deze echt was? Ik heb mijn bril niet op. Ik gestuurd. Oh, dit is prachtig. Wat weet ik niet, maar heel mooi. Is dit een postvak ook? Ik weet niet wat het is. Een postkast. Een soort van een organization. She's thing. Loving it. Hi. Ik zie net deze supermooie trui. Wacht, ik zal even zo laten zien. Het licht. Oh, sorry. Ja, je bent de real influencer. Nee, hij is wel echt heel mooi. Hij en ik is zelf, zo zacht. Hij is heel zacht. Maar dit is van... Vintage... Maar hier staat Jack & Jones. Oh, van Jack & Jones. Nou, wel goed merk, toch? 5 euro. Nou, probeer hem. Ik ga het passen. Yay! Wat een leuk pashokje. Zo cute. Love dat vintage behang. Is er bij jou ook vintage behang? Ja. Hi. Hi. Ja, nee. Nee. Het is, zie, ik zei het al, die mussels van jou. Nee, ja, maar dat past het niet. Is een small. Ja, maar ja. Misschien, ja, je hebt gewoon mussels. Nee. Oh, hij is te kort ook. Hij is ook te... Nou, valt oh, wel mee. Nee, zie je. Het is echt gewoon... Door je mussels. Nee. Musselman. Nee. Ik vind het wel... Zou je wel echt... Ja. Kleurtje wel, hè? Heel mooi. Ik denk, je moet het vaker kopen. Deze kleur. Heb jij dat? Ja. Beetje sand colors? Nee, ik heb wel deze broek, maar dat is meer... Ik wil je echt een keer stylen, mag dat? Dat mag zeker. Jee. Dit is de trui. Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Hij is een beetje zo baggy. Ja. En ik heb nu dus met zo'n ketting erop. Even zo'n mooi handtasje erbij. Hij is heel comfy. I love it.
Ja, maar ik draag altijd, zie je, en dat is het, hè. Ik draag altijd crewnecks, dus ik zoek ook altijd crewnecks, maar... Het staat er gewoon. Het staat er gewoon. Ja. I like it. Het is wel nice of zo. En hier is hij niet te groot. En dan met, ik dacht dus, met een zwarte man jeans. En een classy handtas. Hoe langer naar kijk. Ja, ik moet het ik kwam echt goed. Eruit en ik zei, nee. Maar ik voel hem wel hoor. Ja. En 3 euro, ja. I mean, en je kan hem altijd nog. Zo, oh maar... ja, kijk, daar gaat ze. Nee, maar ja, dat kan wel. Maar ik vind het ook wel wat hebben of zo. Ja, nee, ik vind het zeker echt een beetje... Gewoon, wie het is? Zo van, ik ga een meeting houden, maar bij mij is dat casual. Ja, ja, ja. Ook een beetje de schildersjuffrouw van de school, maar dan die heel gewoon stylish is. Ja, en dit maakt die het ook snapt. Ja, precies. Heel arty. Oh mijn god, het kan zelfs als jurkje kijken. Kijk. Ja, Ro, als jij hem niet meeneemt, neem ik hem mee. Domme. Ik sport vindt... er ook niet in. Nee, maar that's why we love you. Ja, oké. Okay, het is ja. Niet, ja, ik, de trui vind ik binnen. Dit... Ik vind deze wel leuker. Deze leuker? Ja. Ik ga die trui toch aandoen. Oké, okay, goed. Ik zie net dat hier een vlek op zit. Ja, heel leuk. Maar die vlek krijg ik er denk ik niet uit. Dus helaas mensen, helaas. Het wordt de blouse. En ik zeg altijd, kijk nooit naar de maat. Want dit is dus een maat 44 en het staat echt vet leuk. En ik heb normaal... maat 34, dus het zegt echt helemaal niks. Echt super leuk. Nou, een beetje baksteen, lekkere brikwal. De engel. Goed. Nou, wat vonden we ervan? Wat vonden we ervan? Zeg je maar. Ik vond het echt. Het is een beetje windy hier, hè? Weet het? Een beetje windy. Oh. Ik trok. Hij bibbert. Hij bibbert. Jullie bibberen? Ja, I'm sorry. Ik vond het echt een hele leuke kringloop. Ik ook. Echt heel leuk. Er waren veel spullen, niet zo heel veel kleding. Nee, de kleding is al minimaal meer. Ja, huisdingen. En ook wel unieke dingen. Ja, ik vind het wel echt originele dingen. Het is niet dat je dingen wat je in elke kringloop wel vindt. Nee, precies. Het was wel echt een beetje geselecteerd leek het wel. Ja. Dat vond ik wel heel nice. En ook wel veel vintage, antieke dingen, zeg maar. Ja. Er hing echt een fijne sfeer. Geen nare geur of nee, zo. Nee, de geur was weg. Dat was gewoon niet, hè? Het was geneutraliseerd nu. Ja, gewoon dat muffen was weg. Die zolderkamerlucht. Ja. Ja. Ja, dat was wel chill. Dat was chill. Het was wel best druk. Ja. En de gangpaden zijn niet heel breed. Nee, dus ik zou niet zo snel in het weekend gaan. Want wij zijn nu op een vrijdag hier. Ja. En ik zou dus niet zo snel op een zaterdag of zo hier komen. Want het is toch iets... Ja, dat is dus jammer. Het is best wel klein. Je hebt het best wel snel gezien. Maar het is wel waard. Ik zou wel nog een keer terugkomen. Ja, zeker. Leuk. Ja. Dat is heel goed. Yay. Maar wat voor cijfer geef je het? Van de 5 sterren... geef ik het een 4,5. Zo, ik wil het ook zeggen. Nou, goed gedaan. Ja, dat is het enige level. Ja. Ik zou het inderdaad een 4,5 geven. En dan zou ik die halve dan geven niet omdat het zo klein is. Ja, omdat het wat klein is. En de kleding was wel echt minimalistisch. Ja, ja. Maar ik heb wel een blouse gekocht. En andere dingen. Dit heb ik nog nooit gezien. Ik vind het heel I leuk. Love it. En ik denk dat ik of mijn zonnebril of zo in ga doen of iets. Of wat staafjes of zo. Ja. Ja, wat staaf. Oh ja. Ja, van die cotton pads. Ja. Make-up doos. Hier kan je ook je kast in doen. Ik zeg, je kan hier alles in doen. Je kan dit, stel je voor, je doet het eerst voor je make-up kast, dan ben je er klaar mee en doe je het voor je zonnebrillen. Kan allemaal. Wesp. Blah. Oh nee, ze moet vliegen. Oh. Eeuw. Sorry hoor mensen, sorry. Het overhemd. Hoeveel was je nou kwijt? 6,20 euro of zo? 10 euro in totaal. Oh, oké. Okay. Ja, dus deze blouse, ik weet niet meer hoeveel die was, 3 euro. Ja, de blouse was 3 euro. En ik heb dan de... 2 schelpen gekocht en ik ga dit nog wel in een tutorial in een vlog of zo laten zien hoe je dan zo'n kaarsje ervan maakt. 30 cent per stuk. Ja, 30 cent per stuk. Dat bakje was trouwens 3,50 euro. Ja, toch best wel duur eigenlijk. Ja, maar ik snap de vibe wel. Ja, ik snap de vibe ook wel. En dan als laatste heb ik nog de... Oh, de theepot. De theepot, maar die zit in de krant. En die was 3,50 euro. Ja. Ik ben echt in sync vandaag, ja, merk je goed. Het? Dus ik... Je bent goed geslaagd, ik heb weer niks. Nee, maar dat geeft niet. Jij vond deze ook wel nice, maar het ja, was niet mooi. Je steltje. Nee, maar ik ben heel kieskeurig. Dus. Ja, ik op zich ook wel, maar het past wel echt, zeg maar. Ja, en ik had die theepot, wilde ik heel graag hebben, een nieuwe. Dat was hem dan. Dat was hem weer. Ja, ik vond het echt heel leuk. Ik vind hem echt een aanrader. Dus als je in de buurt bent van Delft, je wilde het ook zeggen, hè? Ja. Moet je gaan. Weet je, ik hoef niet meer te praten. Vlak bij het station ook, wij hebben het gelopen. Ja. Ja. Dus we hebben het gelopen. 8 minuutjes. Okay. Heel leuk. Ja, als je het leuk om te kijken, doe dan.
duim omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En Roy is ook een kanaal. Dus, heet wie Roy? Weet, ja, inderdaad. Dus ja. Mocht je dat leuk vinden, altijd in de beschrijving. En dan zien we jullie. Volgende keer. Ja. Doei. Doei.